dit was belangrijk omdat hier in 1925, om precies te zijn op 11 juli 1925, de eerste Titi werd gehouden. En we zijn hier op een plek, op een markante plaats. De molen die we hier zien, die trof je ook aan op de schaarse foto's die van de eerste Titi werden gemaakt. En een foto met de coureur J.P. Janssen sierde ook het programma van het volgende jaar, 1926. De reden dat er maar één keer een Titi in Rolde is gehouden, is gelegen in het feit dat er in de gemeente Borgen een stuk zandweg in het parcours zat. En de gemeente Borgen was niet voornemens dat voor 1926 te verharden. Waarop de organisator, de motorclub Assen, besloot om uit te kijken naar een ander circuit. En dat werd gevonden ten zuidwesten van Assen.